Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Boven Nederland zien we veel wolkenvelden, Er valt ook een enkele bui die trekt via het noordoosten snel weg. Als je naar het kanaal kijkt op de satellietfoto, dan zag je daar al brede opklaringen. Die komen onze kant op. Dus in de loop van de ochtend komen er meer gaten in de bewolking en laat de zon zich vaker zien. Temperatuur loopt in het zuidoosten dan snel op naar 20 graden. Daar kan het maximaal 21 graden worden. In het noorden is er wat meer bewolking. Daar kan ook vanmiddag nog een enkel buitje vallen. Temperaturen in het noorden en op de Waddeneilanden zo'n 15 à 16 graden. Vanavond is het overal droog en klaart het verder op. Temperaturen halverwege de avond rond 14 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten. En die is vanmiddag en vanavond 3 tot 5 bevoor. Morgen een droge dag. Flink veel zon, paar wolkjes, maar er valt geen regen uit, dus het blijft overal droog. De temperatuur levert weer een graadje in, 14 tot 19 graden wordt het. Donderdag begint droog en met zon, maar in de loop van de dag komt er vanuit het zuiden bewolking en ook regen. Hoe noordelijk die regen gaat komen is nog onzeker, misschien blijft het noorden zelfs wel droog. Vrijdag een enkel buitje en ook zaterdag kan er een enkele bui vallen. Aan de zomer doet de temperatuur niet denken, het wordt 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.